Sinds kort heeft Den Haag voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Velen in de stad willen dat zij ook de eerste klimaatburgemeester van Nederland wordt. Het officiële verzoek daartoe werd verpakt in een actielied dat op het Spuikplein nog even werd geoefend. Aanwezig waren ook de drie buitenlandse leerlingen van de internationale school die zich inzetten voor een beter klimaat. Ja, ik ben zenuwachtig om de burgemeester te ontmoeten en om naar haar de message aan te geven dat we willen haar de klimaatburgemeester te worden. Ik kijk er al eeuwen naar uit. Dus, Maar waarom staan jullie hier buiten? Waarom niet in het gemeentehuis? Ik ben eigenlijk niet zo'n groot deel geweest van de planning hiervan. Alleen om het nieuws te delen, zeg maar. En al mensen te laten weten wat er aan het gebeuren is. Ja, ik hoop dat ze het gaat doen. We rekenen erop dat ze het gaat doen. Het is belangrijk, alleen niet voor mij, maar voor iedereen die in Den Haag woont en ook in Nederland. We've got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future. We zijn er heel erg klaar voor. We hebben net goed geoefend en het klinkt goed. Dus ik ben benieuwd wat de burgemeester ervan vindt. Weet ze eigenlijk dat al van dat klimaatburgemeester? Ja, dat weet ze wel. Ik weet niet wat ze ervan vindt, dat horen we straks. Ik ga het er vragen. We gaan het er vragen. We gaan vragen of ze in overweging wil nemen om onze klimaatburgemeester te worden. Na de officiële installatie in de raadzaal werd er gezongen in het atrium. De burgemeester wil ook aandacht geven aan het klimaat en hoopte daarin samen te kunnen werken met de instellingen en organisaties in de stad.